Lagoon staat bekend als een van de beste snorkelplekken op Bali. En we besluiten met een ander stel, Els en Martin, erheen te gaan om dat te bekijken. Het was een flinke trapafdaling naar het strand, maar eerst worden we opgewacht door een aardige vrouw die ons strandbedden wil verkopen. Nou, dan gaan we kijken. We pay for each, we pay 10. 10 for what? 10,000 for what? Uiteraard vind ik dat er weer onderhandeld moet worden over de prijs. Maar dit keer verlies ik. We besluiten dan maar iets te gaan drinken. Het waait stevig en er staat een flinke golfslag. Ik probeer het wel, maar kan nauwelijks op de been blijven en ik geef het op. Martin heeft nog even gedreven, maar het is te onrustig. Hij wijst nog wel even aan waar de vissen zijn en wat we hadden kunnen zien. Dan nog maar een paar lekkere lumpia's eten en kijken hoe ze een kokosnoot lek slaat. Zonder gesnorkeld te hebben, gaan we naar onze volgende bestemming. Het is hier druk, want van hier vertrekt ook de ferry naar Lombok. En veel jonge mensen maken de oversteek. Het is wat regenachtig, maar we zijn ook op Bali in de regentijd. We komen bij het waterpaleis Tirthaganga. Wat zoveel betekent als water van de Ganges. En dus is het heilig water. Ook Martin filmt en we gebruiken de beelden door elkaar. Als je verschil ziet, zijn camera filmt in 4K. Alleen al de kluwen kooikarpers is een bezienswaardigheid. Er zwemt een vermogen. In 1948 is Tirthaganga ontworpen en gebouwd door de Raja, ofwel koning van Karagasem. Volgens de overlevering was de bevolking heel verbaasd dat ze de koning te midden van zijn arbeiders tot aan de knieën in de modder zagen staan, om met de handen de modder weg te scheppen en zo de bassins te maken. Het was zijn hobby. Het is een mooie watertuin geworden die geheel draait op bronwater. De helft daarvan wordt via pijpleidingen naar het dorp Amlapura geleid, waar het dient als drinkwater. De andere helft voedt de bassins van hoog naar laag en vloeit tenslotte naar beneden via de rijstvelden. Deze beide draken staan er nog maar heel kort, sedert 31 januari 2018, en zorgen ervoor dat negatieve geesten het meditatiegebied niet in durven.
Het wordt nog veel gebruikt voor promotiedoeleinden. Een week na ons bezoek kwamen hier 44 ambassadeurs bijeen voor de promotie van Bali, nu de vulkaan weer uitgeblust lijkt. Het is een mooie watertuin, welke de moeite van een bezoek waard is. We hebben meer dan 2 uur genoten van de bloemen en de weelderige plantengroei.